RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ik zou graag een bloemetje willen geven aan mijn schoonvader. Ik kan een heel verhaal schrijven hoe bijzonder hij is voor mij. Maar dat zou ik met één mailtje niet redden. Hij staat altijd voor mij, maar in het bijzonder voor zijn twee kleinkinderen klaar. Hij noemt ze dan ook zijn piekjes. Komende zondag wordt hij 70 jaar en we wilden iets bijzonders voor hem doen. Maar hij vindt een barbecue al goed genoeg. Hij denkt nooit aan zichzelf, altijd aan anderen, dat hij het mag goed hebben. Hij is als een vader voor me. Ik heb zelf niet een heel goede vader gehad, daarom ben ik super blij dat hij mijn schoonvader is. Ik zou hem daarom graag een bloemetje willen aanbieden. Liefste groetjes van Tetje Hansma. Ah, dat is toch een mooi. Dat is een mooi mailtje. Dat is ontzettend lief. En hi, Djoeke. Hoi. Hoi. Ja, we hadden dus net langer in spanning. Toen was dat hele verhaal Jet. Het is een prachtig mooi blomke. Kerst, u eerst even vertellen hoe het eruit ziet daar? Nou, het blomke komt natuurlijk weer van Hoekstra uit aan wat. Het mag ik wel zijn worden. Ja. Er zitten zinnenbloemen, rozen. Nou, eigenlijk, het is heel vrolijk en mooi gekleurd. Dus eigenlijk van alles wat. Nou, vertel. Nou, ik herinner er gewoon heen. Vind je het goed? Ja, ik vind het helemaal goed. Gaan die kant op. Ja, maar ik moet het nog even een beetje ziekje, want ik, ja, het is wel een kalm, maar ik moet heel eerlijk wijzen dat ik net zo vaak best ben in kalm. Ik ben heel benijd. Oh, dan mag ik dat hekje nog hier bedoelen. Wacht even, ja? Ja, we wachten joh. Oh, heb je maar nog. Oké, het hekje is hier. Het is wel een heel groot bos, dus. Ja. De wijs er toch in, Djoeke? Spannend. En je zit geen doorbel. Dat is denk ik wel lastig om te doen. Nou, volgens mij is het doorlas. Ik rob wel even in. Ik rob wel even. Ja, robben. Ik klop even. Daar, wat aan de deur. Volk! Ik heb die doorbel hier, maar daar kom ik niet in. Ik dwaal eigenlijk. Ja, maar ik ben binnen, hè? Ja, ik zou het gewoon dwaan. Goedemiddag. Ja. 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 Willem. Ja, hij zit hier voor de tv. Oh, wacht even, hè? Jou wist dat er wat komen zoen? Ze hebben me zijn van tussen 12 en 3 uur tussen, wat komt er in mijn pakje? Ah. Nou, ik ben pakje dus. Nou ja, ik ben net een pakje, maar ik heb een heel mooi blomke. En die wordt je aanboden omdat je eigenlijk altijd voor iedereen kleerst. Heb je enig idee van waar het komt? Nou, ik weet dat Tetsi iets te regelen had. Hoe ben je daarachter gekomen? Nou, omdat ik altijd van hoer ben. En met de honden vod ben, want ik moest nog met haar honden eruit. Maar ik moest wel tussen 12 en 3 uur thuis zijn, maar dan komen de boeken van Gea van Squalla. Aha, dus eigenlijk wie is. Daar moet ik voor tekenen. Dus ik koop een pakje. Maar ja, wat voor pakje? Ik denk net dat het pakje nog komt. Ik denk net dat die boeken komen. Nee, als net een strikje om, Djoeke. Nee, ik heb geen strikje om, nee. Nee, een strikje om hier binnen te houden. Nou, ja, nou misschien. Hij had het al in je trooi, hè. Het is een trucje om hem thuis te houden. Ik jouw blomke. We hebben Tetsje proberen te bellen. Helaas is ze net onder lijn. Tetsje zit in Almere. In Almere? Die zijn dan net thuis. Dat wisten mij wel. Ja, mijn vrouw ook net. Dus ik ben met z'n allen voort. En moest ik op de honden passen en ik moest dus een 2 en 3 net voort. Nou, dit was dus de reden.